Een hele goede dag mensen en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2019 de Career Mode. We gaan dan verder in Bahrein, ronde nummer 2 van het kampioenschap en aflevering 45. Als je de seizoensopener in Australië gemist hebt, zou ik die eerst even terugkijken wat je deze gaat zien. En ben je nieuw op het kanaal en wil je meer wekelijkse aflevering van F1 2019 Career Mode zien? Ram dan gewoon op de abonneerknop en schakel ook een lekker belletje op aan zodat je geen enkele video meer van mij mist. Ja, Bahrein dus. Een prima circuit, want vorig seizoen wonnen we hier ook namelijk. En ik verwacht er weer iets spetterends van te maken. Ja, we klimmen wat in op Ferrari, want we zijn Red Bull Racing net voorbij in de Research and Development boom. Want er zijn 3 updates gekomen. Ja, en laten we hopen dat we hier onze tweede achtereenvolgende overwinning van het seizoen kunnen behalen. We zijn er klaar voor. Bahrain qualifying is nearly upon us and the drivers look as if they're all geared up to go. I expect we'll be getting underway very shortly. When it comes to getting lap time out of this circuit, it's traditionally been about maximizing top speed. Do you simply remove as much downforce as possible, hang on in the corners and max out down the straights? Top speed is a key factor for this circuit. Even if you can achieve the same lap time as someone running less wing than you, chances are you'll find overtaking difficult if you have too much drag. Ja, we zijn inmiddels aanland bij de auto. En ja, Jeff zegt we hoeven niet hard te pushen in deze kwalificatiesessie, want de auto is goed voor Q3. We zijn inmiddels aanland onze allereerste ronde hier in Bahrein. Wat ik trouwens een heel fijn circuit vind om op te rijden. Verstappen met de 1.28.6 en dan zelf duiken we daar 22.000ste boven de tijd. Inmiddels met onze tweede ronde in Q1. We zijn inmiddels doorwezen naar plek 4, want Bottas is sneller gegaan. En dan wil ik onszelf nu even een hot lap mode gaan geven om te kijken waar we staan op dit moment. Al gelijk in het groen zie ik 14e. Ik zit wel een klein beetje door, maar dat is niet zo erg. Kost misschien mijn exit. Wat ik niet fijn vind, want daardoor verliezen wij wat tijd, zie ik. Paars in sector 1, groen in sector 2. We zijn inmiddels doorwezen naar plek 5. Want Leclerc met een 1.28.0 heeft de snelste tijd op dit moment in handen. En wij komen daar niet aan. 14.000ste om precies te zijn. We zetten wel een 1.28.0 neer. De uitslag van Q1, Leclerc op 1, onszelf naar 2, Bottas 3 en Hamilton op plek 4 op 3/10. Dus Lewis Hamilton moet nog wat vinden in de Mercedes. En Vettel niet door. Vettel niet op de mediums, start vanaf plek 17. Dat is heel pijnlijk voor de Duitser. We zijn inmiddels aanbeland bij Q2. En dan is het hier kijken of deze ronde genoeg is voor dit setje soft en dat we dan een verse set soft in Q3 kunnen gebruiken of voor in de race. Ik hoop het liefst voor in de race, want als we ook Q3 op één setje kunnen doen, dat zou wel heel fantastisch zijn. Paars in sector 1, we zetten hier daar een 27.9 neer. Dan is het afwachten wat de rest doet. Leclerc met een 1.28.6. Onszelf met een 1.27.8. Hamilton naar 3. Maar weer een goed begin. Uitslag van Q2. Onszelf naar 1. Fiat naar 2. En Leclerc naar 3. En Hamilton naar plek 6 op een halve seconde. Dat is heel pijnlijk. We zijn inmiddels aanbeland bij de laatste kwalificatiedeel. Q3. De top 10 qualifying, ook wel genoemd. En hier draait het om of wij de pole position kunnen pakken, net als in Australië. En dat zou wel erg top zijn, dat zou een uitstekend begin zijn van seizoen 3 in de career mode. Als wij hier op pole staan en hier ook de race winnen. Maar je weet het maar nooit, het kan zomaar zijn dat Kvyat in één keer op pole staat of Leclerc of zelfs Hamilton in één keer naar 1 is. Paars in sector 1, snelste van allemaal. Weber met een 1.28.4, Bottas met een 1.28.1 en onszelf met een 27.3. Understood, stopping this lap. We staan er gewoon weer bij.
dat is heel erg goed. Inmiddels aanland bij de laatste minuten van Q3. En ik wil graag mijn tijd gaan verbeteren. We hebben Gasly wel voor ons, die ons hopelijk niet hindert. Dat zou wel erg jammer zijn als die ons hindert. Weer in het groen zie ik. Dan moeten we hier oppassen voor Pierre Gasly, die hier ons niet in de weg rijdt. Over de laatste delen van de baan heen gekomen. De kwalificatie van Q3 zit erop. En we hebben alweer de pole position veroverd. Heel goed gedaan. En met kwalificatie compleet. En Hamilton op 1.1, Leclerc na 2 op een half seconde. De resultaten van de rivaliteit breakdown met Hamilton en Vettel, die winnen we dus op dit moment. De research punten zijn weer goed voor een aantal updates aan de auto, of upgrades aan de auto, hoe je het ook wil noemen. Best wel veel. Reputatie met de beide teams, alle teams dus, is gestegen. Veteran en het sportsmanship. Well done. Very solid result. You're looking good for the race. Nou, dankjewel Emma. Ja, we zien er uitstekend voor de race, want we starten namelijk van pole position. En we gaan het allemaal zien in de grootste prijs van Bahrein voor Career aflevering 45. The curtain rises once more then on the desert stage of Sakhir. As the players take their places for the opening act. Will they enthrall us like they did in 2014 with that titanic battle between Nico Rosberg and Lewis Hamilton? Well, we'll find out shortly as we get underway here in Bahrain. We'll be racing around 3.36 miles of the magnificent Bahrain International Circuit today. Keep an eye out for drivers locking the front left down into the tricky braking zone of turn 10. It's time to take a look at our starting grid for today's race. The Professor lines up on pole position with Charles Leclerc alongside. Considering the rest of the grid, we have Bottas, Weber, Daniel Kvyat and Hamilton, Russell, Butler, Verstappen and Pierre Gasly, Perez, Giovinazzi, Romain Grosjean and Kubica, Sainz, Raikkonen, Sebastian Vettel and Kevin Magnussen, Stroll and Daniel Ricciardo fills the last spot on the grid. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Nou, we zijn inmiddels aanland bij de auto. Ja, Jeff zegt, je hebt goed gedaan om pole te starten, maar ja, we moeten nu de binnenkant van bocht 1 blokkeren. Dat is het advies. Ja, soft, medium. Ik weet niet of ik me daaraan ga houden. We zien het vanzelf wel in de race, want de race is lang. 29 ronden, 2 pitstops. En dan gaan we gewoon kijken wat het gaat worden hier in Bahrein. Want de lampen zijn officieel aan voor de grote van Bahrein. Career aflevering 45. En we zijn onderweg met onszelf van pole position. Charles Leclerc is niet beter weg. Ik dacht even wel, hij zit daar wel aan mijn binnenkant samen met Bottas. En dan kijkt Bottas daar aan de buitenkant. We hebben Charles Leclerc geraakt trouwens op dat eerste rechte stuk. Maar geen schade aan beide auto's. We behouden de leiding in bocht nummer 1. Hetzelfde als in Australië. En dan is het nu gewoon weer de race controleren. Paas in sector 1. Het gat naar Bottas is inmiddels 17e. Dus dat gat hoop ik verder uit te breiden naar een seconde of 2, 3. En als dat niet lukt, ja, dan kan dat helaas niet. Dat was dus een goede start. Goed gedaan, zegt Jeff. We zetten de snelste raceronde met een 1.28 neer. Gat naar Bottas is inmiddels 1.2 geworden. Dus dat gat breiden wij op dit moment uit. Wat natuurlijk ook goed is. Want ik wil hem zo ver gaan uitbreiden dat ik misschien een gratis pitstop kan krijgen. En Hamilton na 5. Lewis Hamilton op plek 5. En hopelijk dat hij
Kwiat het lastig kan maken, terwijl we Paas in sector 1 zetten. En hopelijk dat Hamilton weer belangrijke punten scoort, want in Australië kwam hij niet te pas. Plek 8, heel teleurstellend voor Lewis, die dan een klein beetje door. Oké, Bottas denkt dat hij nog een tweede stop gaat doen, wat ook logisch is. Terwijl we weer de snelste race konden zetten met een 1.31.4. DRS beschikbaar gesteld. En Leclerc en Bottas zijn met elkaar aan het knokken voor plek 2. Wat ons wat ruimte geeft, waardoor wij misschien nog verder afstand kunnen nemen van Bottas of Leclerc. En dat is natuurlijk altijd goed. Ronde nummer 3. Tot dusver niemand uitgevallen in de eerste drie rondes. Gat met Bottas is inmiddels 2.8 geworden. Dat gat gaat alleen maar groter worden, Valtteri. Het is geel en Lewis Hamilton staat stil. De virtual safety car is uitgeroepen en mijn teammaat brengt 0 punten voor Mercedes. Dus ik moet nu de kar gaan trekken in deze grote prijs. Wat niet goed is, want ik wil graag dat Lewis Hamilton ook finisht, zodat hij belangrijke punten kan scoren voor Mercedes. Maar dat is dus nu niet het geval. Delta moeten we wel positief houden. En hoe lang gaat deze virtual safety car nog duren? Hij staat er nog wel. Einde sector 2. Virtual safety car is ending. Maintain your pace until the green flag. VSC ending. Wait for green. Ah, mooi. De virtual safety car verdwijnt dus. En we kunnen weer gaan racen hier in Bahrein. Klein momentje overstuur vanwege de curbs. Daardoor schieten wij ook wat door. En het is daar nog steeds geel. Einde sector 2. En Lewis' auto is weggehaald. Is daar dus nu weer groen. En we kunnen daar weer op volle snelheid racen. Ronde nummer 7 inmiddels. En ik heb besloten om naar binnen te duiken voor een setje medium banden. Onze eerste stop van de dag. Dat er nog iemand is uitgevallen. Ik weet niet wie dat is. Kan ik zo niet zien helaas op de kaart. Goeie stop. 2.0. Hopelijk komen we niet in verkeer terecht. Want dat zou best wel pijnlijk zijn voor ons. Want dan heeft Bottas en Leclerc een goede uitgangspositie om de leiding van ons over te nemen. En we komen achter Perez. Nee, net voor Sergio Perez de baan op. En nu is de volgende die we moeten gaan verslaan Romain Grosjean, die op de harde band rijdt. Interessant wat hij dus gaat doen. Daar inmiddels is de rest naar binnen. We klokken hier voor plek 3. Grosjean verdedigt de binnenkant. En een hele mooie diepe inremactie van ons. Een soort van Ricciardo manoeuvre. En een prima inhaalactie. Well done, P3. Nou, dankjewel Jeff. Hij is er ook blij mee. En we stappen naar P2. Volgens mij leidt Danny Kvyat of Lucas Weber. Ik denk dat dat Danny Kvyat is. Die zet de paas in sector 1 in. En het gat naar Verstappen is 8.3 seconden. Grosjean hebben we inmiddels op 1.1 gezet. Terwijl Verstappen binnen is. En Kvyat ook. We zetten de snelste race onder met een 1.29.9 neer. En Kvyat is naar soft. Kvyat naar soft. Dus die gaat soft medium pakken, denk ik. En Perez en Grosjean zijn nu op 2 en 3, maar die moeten nog naar binnen. Want die rijden op versleten harde banden. Wat niet goed is, want ik denk een niet zo goede strategie van McLaren. Inmiddels hebben Bottas en Kvyat de plekken overgenomen. Zij zijn dus naar de soft gegaan. En wij rijden nog steeds op de medium banden, die er nog redelijk uitzien op dit moment. Dat naar Bottas is 15.1 seconden. Als we dat nog even verder trekken, dan hebben wij een hele pitstop
gratis eigenlijk, want ze hebben een hele pitstoplengte van hem vandaag gereden. Of ze moeten nog een keer naar binnen komen. Maar dat verwacht ik ook, want zij moeten nog naar de mini-views. Terwijl ik eigenlijk geen stop meer hoef te maken, als mijn banden het heel houden op dit moment. Ronde nummer 16. Ja, de banden zien er nog goed uit. 15.4 inmiddels naar Bottas. Die heeft Kvyat de gratie genomen. Maar die knokken nog voor plek 2. We hebben een heel recht stuk voorsprong op hun. Oké, okay. Jeff zegt nu pushen, want we gaan dus nu naar binnen. En dan gaan ze mij boksen voor de medium. Terwijl Bottas verdwenen is. Oh, die heeft volgens mij zijn stop gemaakt. Die komt achter een Haas terecht. En voor Vettel of Leclerc. Gaat naar Kvyat is 18 seconden. En die duiken nu ook naar binnen. Samen met Verstappen. En Sainz. Of Grosjean. Sorry, Perez en Grosjean. En gaan dus nu naar binnen voor een setje softbanden. En het gat is enorm groot. Hun zijn nu nog bij sector 2. Oh, pitstop is niet goed gegaan. Hun tiende verloren. En Kvyat en Bottas zijn nu bij sector 2. 38 seconden voorsprong hebben wij op de beide Williamse coureurs. Ronde nummer 19, nog 10 ronden te gaan. Huh? Hoor ik dat nou goed? Nog 1 stop te gaan in deze strategie met nog 10 ronden te gaan. Ik weet niet of dat verstandig is. Terwijl Bottas gewoon tegen een achterstand kijkt van 34 seconden. Inmiddels 35 seconden geworden. Jezus. En is dadelijk gewoon weer het doel de snelste race ronde pakken. En die pakken we ook met het 1.96. Oh, hè? Oké, ik weet niet wat Jeff wil. Wil hij dan van soft, medium met nog 800 te gaan? Dat is denk ik niet het plan, Jeff. Dat gaan we ook niet doen. Geen idee waarom hij dat wil doen. Om mij naar de medium band te zetten. Dat is gewoon tijdverspilling. En dat doe ik dus niet. Want dan verliezen wij de leiding aan Danny Kvyat. Dan komt hij 3 seconden voor op onze baan terecht. Ja, het is niet onze baan, maar een baan waar ik graag op rij. De baan terecht. Paasje sector 1 inmiddels. We zetten weer de snelste raceronde met een 1.29.3 neer. Ronde nummer 22. Achterblijvers komen niet aan te pas. Die zijn te ver weg en die ga ik ook niet inhalen. Want de banden slijten heel snel. Dus moet ik nu Earth en Fuel gaan besparen. 18.8 seconden naar Danny Kvyat. Bottas zit daar maar 3 tiende achter. Dus die gaan nog knokken voor plek 2. Ronde nummer 25. Nog 4 ronden te gaan. En dan zit deze grote prijs er al weer op. ...20.0 seconden naar Kvyat. Bottas zit daar maar 3 tienden vandaan. 500 fuel remaining, oftewel 500 brandstof nog over. Dus we kunnen dadelijk nog gaan pushen om misschien de snelste raceronde toch nog te verbeteren. Maar ik denk niet dat dat het geval is, want de banden zijn nu wel aan het verslijten. En dat voel ik ook, want ik heb nu weinig tractie bij het uitaccelereren van de bocht. Bottas heeft Kvyat te pakken. 20.8 seconden is het nu. Naar de fin. En dan is het zo dadelijk. De laatste ronde gewoon lekker rijden. En dan pakken we weer onze overwinning hier in Bahrein. Want in seizoen 2 wonnen we hier ook al. De laatste ronde loopt inmiddels. Het gat naar Bottas is 21.8 seconden. En mijn linker achterband ziet er niet goed uit. 74%. Dus hopelijk dat hij het nog volhoudt. Maar ik denk het wel. Achterblijvers komen niet aan de beurt.
Die zien we vandaag niet, maar in Australië zagen we ze wel. En als het zo finish, dan pakken we onze tweede achtereenvolgende overwinning. Terwijl ik een DRS-fout heb, zie ik in één keer. Maar die hoeven we niet te gebruiken, dus dat is helemaal geen probleem. Fiat en Bottas knokken nog hoor, op plek 2, want ik zie steeds in links bovenaan de namen steeds wijzigen van Bottas en Fiat. Dus dat wordt nog wat, terwijl ik een moment overstuur heb. Oké, dankjewel. Nou, we schieten wat door, maar dat is helemaal geen probleem. Er was voor ons weer geen vuiltje aan de lucht in de Grote Prijs van Bahrein. Een uitstekende overwinning in onze tweede van het seizoen. Yes, another historic win under their belts. Well done to the team at Mercedes. Anthony Davidson, what helped them deliver this result, do you think? I think a large part of the result comes down to temperament. They were able to keep their heads when everyone around them was losing theirs. And that's allowed them to get the best out of the car, to maximize the strategy, and to stay out of trouble. So after a magnificent race, we can now see the drivers making their way to the podium. Once again, it's the Silver Arrows who take top spot. A well-earned victory for Mercedes. Nou, de uitslag, wij winnen dus de Grote Prijs. Bottas naar 2 en Kvyat naar 3. En Vettel pakt 4 punten. Van plek 17 naar plek 8. Heel goed gereden van de viervoudig wereldkampioen. Hamilton die valt uit. En 32 punten voorsprong inmiddels op Charles Leclerc. Nou, we pakken wel Ferrari terug met 7 punten. Want in Australië zijn die ons voorbij gegaan namelijk. Hamilton zakt verder terug in de Driver Championships, wat niet goed is. Good day today. Let's have your take on it. It was more like Dodgems than Formula One today, wasn't it? Ja, was het? Weet ik niet. I think it's great how much your team has been focused on developing your car. Het is altijd fijn als de team dat doet. En ja, blijf doorgaan zou ik zeggen. Oké, een heel kort interview van Claire. De resultaten van de rivaliteit breakdown met Hamilton en Sebastian Vettel. Die winnen we dus van beide op dit moment. De resource punten na de Grote Prijs. Altijd zijn er al lekker veel. Ja, dus heel veel teamgoal behaald. Reputatie met de teams. Bij beide normaal gebleven en bij Alfa Romeo gestegen. Vettel en het sportsmanship, jullie kennen het allemaal wel. Nou, dankjewel Emma. Nou, dan zou ik zeggen, dit was het voor jullie mensen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Als je genoten hebt, loon het met een like. Ben je nieuw op het kanaal en wil je meer wekelijkse aflevering van F1 2019 Premier League zien? Ram dan gewoon op de abonneerknop en schakel ook een lekker belletje op. Alles aan en schrijf enkele video meer van mij mist. Reageer wat beter kan moet worden. Of als je het video tof vond, zeg dan, hey, toffe video. Ik heb hiervan genoten, van de inhaalactie, noem maar op. Of van die save. Spam de comments gewoon vol. Dan zou ik zeggen, een fijne dag verder. En dan zie je tot de volgende keer bij F1 2019 Greenwood. Dan verder in China.